winnen tegen Kortrijk, dat al volgende week tegen Anderlecht moet debuteren in competitie. In het echt, zou we zeggen. Betekent dat, moet dat maar zeggen, een nouveau KV est arrivé, déjà? Goh ja, we wisten dat het moeilijk ging worden, natuurlijk. Kortrijk is nog altijd in eerste klasse. Ook al spelen ze nu niet met een volwaardige A-elftal. Dan zouden we toch moeten knokken eigenlijk voor die overwinning. Maar bij al denk ik wel, het is eigenlijk onze eerste echte test. En bij al hebben we nog een hoop van afgebracht. Ja. Jullie hebben ook een nieuwe kapitein. Het moet moeilijk zijn voor Lars op te volgen, denk ik. Hè? Ja, is dat jullie keuze? Of heeft gezegd, je veux devenir kapitein? Nee, ik denk veel eerder dat de trainer zijn keuze is. Omdat de kapitein moet toch altijd iets dichter bij de trainer staan ook. Moet goed kunnen communiceren met elkaar. En die twee kunnen natuurlijk ook goed met elkaar vinden. En het is ook natuurlijk, Lars Wallace gaat niet zomaar opvolgen. Maar ik denk dat Xavier dat wel tot een goed einde kan brengen. Ja. Jullie debuteren, hebben nog een maand tijd eigenlijk. En dan, ja, toevallig of niet, op STVV. Hè? Ja, inderdaad. Geef toe, dat is meteen... Ja, daar moeten we direct klaar ervoor zijn natuurlijk. Maar oké, het is zoals je zegt, we hebben nog een maand. Dus normaal moet dat wel in orde komen. Tegen die tijd is die KVO wijn helemaal gerijpt. En mag aan bottenbos en mag de sprankels en bubbels uitkomen. Zeg maar doelpunt. Ja, ik hoop het. Ja. De zaak is, hoe zit het met jou in studies? Is dat nu... Nee, ik heb nog 3-4 jaar te gaan. Dus, maar zolang dat ik kan combineren, is dat in orde. En ik heb natuurlijk het geluk dat de trainerstaf daarmee rekening houdt. Dus ik heb geluk dat ik hier bij KV Oostende dit kan combineren. Oké. Hoog gevoel bij het begin van de competitie, de voorbereiding al, zich gelukkig voelen. Laten we hopen dat het eindelijk hier op het einde ook zo is. Ja, ik hoop het ook. Nieuws, bedankt. Zit.